We zijn hier bij de kinderopvang in Hoogheem. En we staan hier bij Marjolein Rijnen de Rooij. En jij bent locatiemanager. Nou, bij Humanitas is buitenspelen heel erg belangrijk. En vorig jaar is de Nationale Modderdag voor het eerst ontstaan. Dat heeft Veldwerk georganiseerd. En dat sluit helemaal aan bij de visie van Humanitas. Dus toen heeft Humanitas gezegd, dat helpen we met organiseren. Dus alle locaties doen mee. En daar gaan we eigenlijk vies worden, leuke dingen in de modder doen. We hebben een voetbaltoernooi in de modder. Kinderen mogen modder gooien. Ze mogen eigenlijk... sminken met de modder. En dat komt eigenlijk omdat het vies worden en het buitenspelen vinden we heel erg belangrijk. En daar zijn we op aangesloten. En daarnaast hebben we hier vanuit de lokale educatieve agenda komen ze dadelijk een cursus geven aan de medewerkers hoe je met poppen interactief met de kinderen kunt spelboeken lezen en gesprekjes voeren. Wat is Lea precies? De Lea is de lokaal educatieve agenda in Bokstel. En die hebben meerdere projecten gefinancierd vanuit de gemeente. En het project wat hier plaatsvindt is vanuit Brede Ontwikkeling. Hoe ben je aan dit traject gekomen? De directrice Brede Scholen Bokstel, Gislaine de Brouwer, die heeft mij benaderd of ik mee wilde doen. Ze zijn gestart in het gedeelte Oost in Bokstel. En vanuit daar mochten alle kinderdagverblijven meedoen. En dat vonden we zo leuk dat we natuurlijk meteen ja hebben gezegd. Wat is nou precies de doelstelling van deze middag? Ze vinden het belangrijk om de achterstand in de ontwikkeling van kinderen, bijvoorbeeld in taalachterstand, op een creatieve manier te stimuleren. En daar worden pedagogisch medewerkers eigenlijk nu in geïnspireerd. Dus de achterstand van kinderen minder maken. Betekent dat dan dat de achterstand nog zo dramatisch is dat dit nodig is? Niet voor alle kinderen uiteraard, maar er zijn wel kinderen waar nog steeds een taalachterstand is. En een heel leuk middel om dat dan op te lossen of om daarmee aan de slag te gaan is eigenlijk op een creatieve manier activiteiten aanbieden. En er wordt meteen ook de taalontwikkeling gestimuleerd. En een voorbeeld daarvan is wat jullie dadelijk gaan zien. Als je met een pop samen een boek gaat lezen, dan ontstaat er meteen interactie. En dat is voor kinderen veel makkelijker om de taal op te pikken en dan wordt die meteen gestimuleerd. Leren ze woorden die ze eigenlijk normaal niet aangeboden krijgen. Dus dat is een hele leuke manier om met taalachterstand bezig te zijn eigenlijk. Of niet bezig zijn, maar om dat te ontwikkelen. We hebben het Boksels model hier in Boksel. En dat is gericht op dat je eigenlijk allemaal bij elkaar kunt leren. En dan kan er ook inderdaad gekeken worden hoe de voortgang gaat. Dus eigenlijk stoppen we vanuit de kinderdagverblijven daarin wat we doen. En hier bij dit kinderdagverblijf zijn we erg bezig met het volgen van de kinderen. Dus we volgen de ontwikkeling van de kinderen. We kijken welk kind wat nodig heeft en daar passen we ons aanbod op aan. En dat is bijvoorbeeld iets wat we in het Boksels model hebben gezet, waar andere kinderdagverblijven kunnen kijken hoe we dat doen. Dus op die manier wordt het ook weer gevolgd of dat de subsidie goed besteed wordt. Staan er nog andere activiteiten gepland hierna die zeg maar betaald worden uit deze subsidie? Er zijn nog meer inspiratiemomenten hier gepland. Onder andere een met Artichok en Olijfje. En er is er een gepland van muziek op schoot. Hoe je met de muziek kunt aanbieden aan de kinderen. En buurtsport. Want sport is ook een belangrijk onderdeel om taalachterstand aan te pakken. Bewegen, lekker goed bezig zijn. En zo hebben we ook buurtsporten die hier dadelijk activiteiten komen doen. Vanmiddag twee leuke activiteiten. Een inspiratiemiddag. En Modderdag. Modderdag ja. Ja, die wordt binnen heel Nederland. Bij alle kinderdagverblijven van Humanitas wordt die gedaan. En dat is echt Modderdag. En nou is die ook gecombineerd met sport en spel. Omdat het dit jaar het WK natuurlijk samenvalt. En wij hebben hier dadelijk bijvoorbeeld een moddervoetbaltoernooi. En we hebben dadelijk ook het moddergooien, moddersminken. We hebben een modderbadje. Het gaat er vooral om dat kinderen vies kunnen zijn. Lekker buiten spelen. En weer helemaal alles kunnen laten gaan. En genieten van de modder en van de viezigheid en de natuur. Ik ben speciaal vandaag gekomen. Want vandaag is het toch best wel een beetje een speciale dag, hè? Toch? Weet je wat voor dag het vandaag is? Wat voor dag is het vandaag? Modderdag. Een modderdag. Ja, een modderdag. Modderdag. Hey, lekker in de modder. Ja, lekker goed modder. Ik wil ook in de modder. Wat is dat? Was jij de hele modder? Nee. Ja. Volgens mij deed dat niet hoor. Volgens mij was iemand anders. Zie. Zo. Hey. Hey. Bertje. Wat doe jij daar? Ik ben
je bedje ook zien? Nou, bedje, kom. Mag jij komen kijken? Oh, nou. Nou, kom eens. Ben je nou? Zit je nou? We staan hier bij Judith Gerritsen en Judith laat zien aan de mensen hier hoe het poppenspel in elkaar zit en hoe dat het verder gaat. Klopt, ja. Wat is precies de werkwijze die jullie hanteren hierbij? Ja, nou, de première hebben we vandaag hier gehad. Dit was de eerste werkwijze die we nog nooit hebben gedaan. Dat betekent dat we dus op de groep komen en dat we aan de leidsters laten zien hoe je de pop gebruikt bij kinderen. En wat die pop allemaal met kinderen gedaan kan krijgen. En door het op deze manier hun te laten zien, krijgen ze meteen een voorbeeldfunctie. En zien hoe de kinderen reageren, ze zien wat ik doe. En daarmee kunnen zij ook geïnspireerd raken om ook op die manier de pop te gaan gebruiken. En dat kan nu heb ik dan het boek gebruikt, maar dat kan natuurlijk op allerlei manieren. Maar wat wil je eigenlijk bereiken met deze workshop? Ja, ik wil bereiken dat leidsters ervaren dat je nog dichter bij het kind kunt komen. Dus nog meer in die beleving van het kind komen door middel van de pop. Want de pop is voor kinderen heel laagdrempelig. Ze moeten de pop in die zin ook echt gebruiken als een vriendje. Het is dus niet het verlengstuk van de leidster, maar het is echt een vriendje van de kinderen. En doordat het een vriendje is, zijn de kinderen ook heel vrij en veel vrijer dan wanneer een leidster iets zou vragen of zeggen tegen het kind. En dat maakt dat je bij de kinderen veel meer openheid krijgt en veel meer gedaan krijgt. Dus een kind voelt zich veiliger, een kind zal daardoor ook meer zijn taal laten horen, zal zich meer laten zien en komt meer tot ontwikkeling. En dat is eigenlijk wat wij willen. Ik hoorde dat het ook specifiek bedoeld was ook voor mensen, of kinderen natuurlijk, met een taalachterstand. Klopt dat ook? Is dat hier ook de bedoeling? Nou, dat was in deze workshop vandaag niet speciaal de opdracht. Maar de pop is inderdaad, zeker bij kinderen met een taalachterstand, kan het extra stimuleren. Omdat juist ook voor die kinderen de pop dan heel veilig is. En de pop, ja, die kan de domme pop spelen. Dat we ook vaak dat we ook adviseren. Van laat die pop maar heel erg onnozel zijn of dom zijn of grapjes maken. En daarmee stimuleer je dat kind om dan met zijn taal te komen en te vertellen hoe het dan wel hoort. En dat is makkelijker voor een kind met een pop dan als de leidster. Dan voelt het kind misschien toch meer van oh, nou moet ik het goed doen. Terwijl bij die pop, dan mag alles. Wat mij opviel is dat de kinderen ook initiatieven namen en dat je daarop inging. Hoe pas je dat in? Ja, nou, dat zeg ik ook altijd tegen leidsters, je moet echt in het moment zijn. Dus je kunt van alles voorbereiden, maar bij kinderen gaat het altijd anders. En dat moet je voor jezelf ook op vertrouwen. Van kijk gewoon wat er gebeurt en reageer daarop. En vergeet dan maar wat je van plan was, want dat is dan niet zo belangrijk. Het is veel belangrijk om in het hier en nu te zijn, de aandacht te hebben voor het kind, wat het kind aangeeft en daarop in te gaan. En later kun je weer denken, oké, ik had toch iets willen vertellen over die modderdag, zijn we niet helemaal aan toegekomen. Nou, dan pak ik het morgen nog een keer terug of volgende week. Dat is niet zo erg. Hoe vaak ga je dit nu doen? We gaan in ieder geval na de zomervakantie komen we nog een keer hier bij deze locatie. En we hebben ook bij de Vlindertuin in Bokstel gaan we ook twee keer langs op deze manier. We hebben al een workshopavond gegeven waarin leidsters op de avond zelf gaan oefenen en vaardigheden aanleren. En er komen nog meer inspiratieavonden, dus van daaruit zullen ook nog meer aanvragen komen. Dus ik denk dat we regelmatig volgend jaar in Bokstel te zien zijn in de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en misschien ook in groep 1, 2. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Oh.
is er ook nog niet. Oh. Ik kan net niet meer zoals man. Nee. We gaan nu voor de moeder.